Vanaf 2018 gaan er tientallen vrachtwagens per dag van Beuningen naar Nijmegen rijden om zand van de Beuningse plas af te voeren. De vrachtwagens gaan 16 jaar lang dagelijks heen en weer rijden om het afgegraven zand naar de Westkanaaldijk te brengen. Omwonenden maken zich zorgen en GroenLinks Nijmegen heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Maar ook Nijmeegse bedrijven gaan de gevolgen van de vrachtwagens merken, zo zegt belangenorganisatie TPN West. Wat wij begrepen hebben, vorige week donderdag is dat uitgelegd door een aantal ambtenaren van de gemeente Beuningen, is het de bedoeling om hier langs de aftransport van zand vanuit de Beuningse plas richting het Maas-Waalkanaal te laten plaatsvinden. Want transport per vrachtwagen levert de meeste verkeersbewegingen op. En daar waar politieke partijen als GroenLinks zich zorgen maken over de luchtkwaliteit, wat ook heel belangrijk is, gaat het de bedrijvenvereniging met name over de bereikbaarheid, verkeersintensiteit, verkeersonveiligheid op het tracé tussen de Beuningse plas en het Maas-Waalkanaal. En ja, we staan hier voor een kruispunt waar in de spits nogal wat verkeersbewegingen plaatsvinden. De grootste zorg is ook dat ze niet netjes gespreid over de hele dag zullen komen. Er zitten altijd pieken en dalen in. En ja, wanneer het dan echt pieken geeft, dan is onze zorg dat het hier helemaal vastloopt. Nou, we hebben als bedrijf een alternatieve route voorgesteld. Maar dan krijg je een ontsluiting zoals die nu bij de zandwinning in Nijmegen-Noord plaatsvindt. Waarbij je een tijdelijke weg met metalen platen maakt richting het lospunt. Of het laadpunt, zo je wilt. Alleen daar is weer geld mee gemoeid. Maar dan zou je de verkeersdruk hier kunnen omzeilen. Nou, we hebben eind mei een keer een lijstje met gesignaleerde knelpunten kunnen overleggen. En vervolgens worden we afgelopen week geconfronteerd met de mededeling: dit is het. Nou, dat vinden we niet de mate van betrokkenheid die we eigenlijk hadden gehoopt.